Het is een mooie bijeenkomst. En we gaan er iets gezelligs van maken. De Rotterdamse zanger was niet in een van de twee Marconi-torens om een liedje te zingen. Nee, hij was er in verband met de bekendmaking van de nieuwe naam van de woontorens. Gaan de torens verder onder de nieuwe naam, de Lee Towers? Ik heb alle onderscheidingen van de gemeente Rotterdam hebben gekregen. Maar dit vind ik weer een kers op de taart, zal ik maar zeggen. In de twee torens worden 871 appartementen gebouwd voor starters en kleine huishoudens. Betaalbare appartementen. Allemaal huur. Ja, allemaal huur. Ja. Dus deels sociaal, deels geliberaliseerd, 30-70%. Dus voor met name de jonge en starters en eenpersoonshuishoudens. Nou, een collega van ons, CityPets, die had toren 3 al eerder verworven. Toen kwam toren 2 in de markt. Wij doen feitelijk hetzelfde. Veel transformeren van kantoorpanden door het hele land. En dit was natuurlijk een unieke kans om twee torens, grootste transformatie van Nederland, om die in Rotterdam tegen het centrum aan, of als het centrum van Rotterdam, in de havens te mogen transformeren. Dus, hoe gaan de woningen eruit zien? 40 tot 70 meter. Elke woning heeft een mooie schuifkozijn wat je volledig open kan zetten. Het is een zogenaamd scheepvaartkozijn. Ze hebben PVC-vloeren, moderne nieuwe keukens met alle apparatuur erin, inclusief vaatwasser. Douche modern, sanitair, stukwerkwanden, gewoon helemaal af, inclusief armaturen. Dus het is echt turnkey. Grofweg tussen de 600 en de 870 euro, even uit mijn hoofd. Binnen die range ligt het.